Yo mensen en welkom bij een wel hele speciale video op Gaming Smoyman, namelijk de complete WK video van mij en Bardo. Onder in de beschrijving staat een link naar de video van Bardo waar jij de montage kan vinden van deze gameplay voor zijn WK serie. Maar ik heb op dit kanaal even de hele gameplay geüpload, helaas zonder facecam, omdat ik download kut deed. Ja, ik weet niet hoe het gaat, maar in ieder geval, je hebt in ieder geval de gameplay. Dus geniet ervan zou ik zeggen. Veel plezier, later. Wedden dat ik je ass ga ponen, kijk. Oh bitch. You ain't got nothing on me. Nu heb ik tenminste een goed team, weet je wel. Hier. Nu heb ik tenminste geen vleugels. Ja. Oh. Nu kan ik eigenlijk die bal van je afpakken zonder dat ik spastisch team heb. Hoppakee. Oh. Kijk maar even, daar liggen op de grond gewoon. Waar? Hier. Oh. Waar? Ik zie je niet. Ik zie je niet. Waar ben je? Waar ben je? Daar! Waar ben je? Nee! Ik ga naar huis. Maar nee, 5 minuten. Nee! Afvoeren, jongen, afvoeren! Oh! Holy crap. Ik mag Nederland nooit vertegenwoordigen! Kijk, helemaal blij zijn die Del Bosque! Oh. Holy shit, dat ging snel. Scumbag Yuri ook, jij bent de enige die het kan skippen, hè? Oh, dat is lachen. Ja, dat was hilarisch! Hilarisch! Hey, rustig aan. Als wij nog meer wedstrijden van het WK gaan spelen, dan heb jij een beter spel. Dan wel, maar het gaat niet om mij, het gaat om Neder. Ja! Ren dan van Persie! Waarom ren je niet? Je lijkt moeder wel, man. Die zit ook altijd tegen te veel. Ja, maar ik wil gewoon winnen. We spelen voor Nederland, hè? We spelen hier niet voor Jan Lul. Okay. Waarom klikt die tel? Ja, die wil het. Oh, die camera achter flikt me ook wel fucking. Ik wil niet veel zeggen hoor, maar onze keeper is wel in vorm. Die jongen. Oké. Okay. Holy crap. Zal ik je maar gewoon een beetje laten lopen? Ja, laat mij maar lopen, dank je. Is dat, wat voor negen is dat dan? Ja, lens. Ja. Lens. Nee! Welke lens heb jij? Welke lens heb jij? Bloemtje. Ik ben trouwens echt als het op FIFA aankomt. Oh. Je merkt ook aan mij, ik ben echt zo iemand, ik kan FIFA alleen maar spelen met nee. Ik kan alleen maar FIFA spelen met heel veel knopjes drukken. Ja, zoals dit. Ja. Wat ik nu deed. Ik wou steekpaas. Krijg je dat zo bang. Nee, maar je hebt ook van die gasten die echt gewoon ziek snel al die shit kunnen. Met allemaal tactieken tijdens het spelen kunnen invoeren. Weet ik wat ze aan het doen zijn. En ik ben altijd maar gewoon. Oh ja, paas. Ja, rustig hè. Ik ook. Ik ben ook gewoon een rustige FIFA. Ja, prima. Het komt nu echt aan op de skills van het land! Holy crap. Je weet dat als je aangedrukt houdt dat je druk zit, hè? Als je geen bal hebt. Ja! Dit is hem. Let op, dit wordt hem hoor. Ja hoor. Oké, misschien wel. Kut. En kut! Tada! 1-1. Dankjewel Arjen Robben. Nee, ja. Dit was zo terecht. Deze was... Een beetje spannend houden, toch? Een beetje spannend houden, zegt hij dan. Niet steeds op start drukken, man. Sorry, man. Kijk, dat is die lelijke. Louis van Gaal, die zit gewoon in een game verwerkt. Dat is wel vet, eigenlijk. Ja, best wel. Weet je, wij zitten hier op onze luie reet. En ja, Louis die zit in een game. Stel je voor, zeg maar met je bondcoach kon spelen van WK. Dat je gewoon Louis van Gaal opeens tijdens de game in het veld ziet. Dat zou wel gruwelijk zijn. Oh jee, al mijn spelers gaan niet liggen. Je moet niet sliden, man. Je moet aangeklikt houden. Dan zet je zeg maar druk, zoals dit. Oké, dat werkt niet. Fuck jou, bitch. Nee, fuck jou! Hoer! Schiet hem! Hoer van je leven! Nou, ja, dat was een kort leven dan. Ja, dat was een heel kort leven voor die man. Oh man. Hij had wel iets meer mogen schieten voor zijn leven. Let op hè. Let maar niet op. Niemand had op hoeven letten. Oh, de counterattack, jongen. De counterattack. Ja, nu wel. Omdat ik op de grond ga. Oh. Sergio Busquets. Ah, wat. Wat. Tuurlijk, ga maar gewoon achter je man staan. Nee. Ik doe even een lopje. Naar je keeper. Dan kan hij uittrappen. Dit was allemaal de bedoeling. Part of the plan. Ik moet zeggen, zoals het nu gaat, wordt het vanavond een spannende wedstrijd. Ja, ik hoop dat het niet meer... Nee! What the fuck? Dit was nu! Dit is niet doen! Oh wow, nee, oh wow, what the hell? Dit heb jij zo verneukt? Dat was echt een spastisch schot, man. What the fuck? Ja, dat was echt... Maar volgens mij waren allebei ook verbaasd. Hoe kan dat... Ja, dat die bal daar gewoon aankwam. Dat die bal daar überhaupt, landt. Goed. Achter de verdediging. Zo gaat het waarschijnlijk ook in de wedstrijd straks. Ja, ik zie Nederland wel gewoon echt de verdediging. Oh, vergeet te verdedigen. Kut, man. Balbezit voor de tegenpartij dus. Verdedig kut.
Maar jij weet hoeveel verdedigers Nederland heeft, hè? 5. Ja? Really? 5. Dat is zo bang om te verliezen? Ja, we hebben gewoon niet veel goede verdedigers, dus ja. Oh, je doet het algemeen 5. Je doet niet de opstelling. In de opstelling 5, hè? Ja, dat is oké. Hè? Oh! Ja, sorry hoor, maar... Hij stond toch echt gewoon zo... Het is gewoon een snijdertje. Die doet dat Snijder? Dat was Snijder. Dat is fucking lelijk, man. Snijder ziet er Frans uit. Kijk, al die typische Hollanders. Blond haar. Dit is hem hoor. Is dat Snijder? Ja, oké, dat is een beetje. Oké, 2-1, 2-1. Ah, prima. Kan je mee leven, hè? Kan ik wel mee leven. Die faal van Bardo aan het begin is direct weer goed gemaakt. Ik bedoel, ik heb net dat ene doelpunt gewoon weggegeven aan je. Het feit dat ik gewoon voor je goal stond en gewoon zeg maar, je keeper gewoon in zijn handen trapte. Nou, ik moet zeggen, Juri, als we deze er ook weer in pingelen, dan gaat het niet goed met Spanje. Oh! Stiekem wil ik natuurlijk gewoon dat Nederland wint. Ja, dat wel, maar jij wil ook zelf even voor je eigen eer. Flikker nou eens op. Flikker nou eens op. Ik ben benieuwd of we nog een keer een aanval gaan zien van Spanje in deze wedstrijd. Ja, dat weet ik niet. Dat vind ik. Ja, dat is het mooie. Kijk, voor jou, jij wint hoe dan ook. Oh, hey, let ze even op. Oh, kut! Nee, flikker op. Dit is toch niet normaal. Echt hoor. Wat een gay trap trouwens. Echt gewoon zo. Dit is ook echt een lichte doelpunt. Ja, dat klopt. Maar het is wel een doelpunt van Pedro. Wat heeft die gast een groot kaartje op zijn lichaam? Volgens mij is het een bingo kaart. Dat hij daar, als ik ga bingo... Oh, hij is een standaard Nederlanders die dan helemaal... zijn. Eigenlijk zou je... Shit. Wat doe je nou allemaal, jongen? Ja, je moet hem overslaan. Hop, afsluiten. Nee. Waarom vind je dit nou ergens? Okay, sorry, ik wil hem overslaan en ik ben niet zo goed hierin. Gewoon afblijven. Op A drukken, maar niet op start drukken. Wat een spannende wedstrijd! Nee hoor, dat valt reuze mee, jongen. Het is wel Juri Mulder, hè? Dat is een beetje respect. Ja, het is trouwens wel redelijk spannend, moet ik heel eerlijk zeggen. Oh! Voor de goal! Ja, nee, bijna! Heel erg bijna was dit. Hier komt de counter. Voel je hem aankomen? Voel jij hem hier op je... Oh, kut. Niet op je hand. Oh! What the fuck doet die gast? En laat die bal gewoon weggaan. What the hell? Wow, wat heb ik daar veel geluk. Dat was... Ik heb een slijf gemaakt. Ik heb echt negredo. Negredo. Wow, maar dat was ook echt een domme slijding van jou. Ja, ik doe het verkeerd. Nou, toch bedankt. Alsjeblieft. Jan Maat. Dat is wel echt een fijne Nederlandse naam hoor. Matig hè, Jan Maat. Flikker daar zo. Dit is ervoor. Applaus. Luister, de tweede. Arbeloa, nee, ik ga gewoon direct te gooien. Ja, maar, nee, wacht. Hey, had ik net ook een rode kaart gezien? Nee, je had net een gele. Oké. Okay. Die wordt er zelf het veld afgeschopt, die jongen. Oh! Nee. Nou, die had erin gekund. Ja, die had die alles kan. What the fuck is het nummer? Dan kom je heel mooi weg. Ja, nou ja. Ik moet zeggen, Juri, dit ziet er niet goed uit voor jou. Rode kaart. Moet iets meer. Oh ja. Kan de camera trouwens even opnieuw starten weer voor zekerheid? Nee, gewoon door laten lopen. Maar even kijken naar de herhalingen van mijn doelpunten. Ja. Ik weet niet. Het zijn ook echt allemaal kutdoelpunten. Ja, kijk, dat is echt de lelijkste doelpunt ooit. Ja, zo'n paasje is langs je. Nou. Let's go. Ja, daar gaan we voor de tweede helft. Yes. Hoeveel denk je dat wordt uiteindelijk? Nou, ik weet niet. Ik denk dat het 4-2 wordt. Voor wie weet ik nog niet, maar ik denk dat het 4-2 wordt. Ja? Dus degene die nu het eerste doelpunt maakt gaat winnen? Ja, ik denk wel. Is dit omdat jij een soort actie in je achterhoofd hebt zitten? Nee, niet doen! Oké, toch? Oh, dat was echt heel erg dichtbij. Ja, maar hoe maak je nou een goede paas? Dit was weer zo'n gay schot. Kijk, zo'n tikje. Nou, het was wel mooi geschoten. Okay. Binnenkantje voet, hè? Buitenkantje paal. Hoe ik kan tactieken. Oh, wauw. Ik ga je insluiten. Laat dus. Ja, ik zie daarachter. Zie je allemaal mensen gaan drukken voor hun leven. Oh. Nou. Wat is dat nou weer? Hij sluit mij in en schat die bal fucking ver weg. Wat is dit nou? dat zijn mijn supporters sowieso. Ja, dat zijn jouw supporters. Dat is Spaanse wijven. Wow, chalas, Matty! Toch niet! Ah, laatjes! Laatjes! Kut, oké. Sergio Ramos. Oké.
Oeh, man, 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 wat was ik in de buurt. Kom op. Oh. Oh. Ja, en nu? Het schot wordt gehoord. Oh, jij bent gevaarlijk, jongen, met je slijdings. Ik moet wel zeggen, ik heb de boel wel weer even mooi gered, hoor. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zo niet zeggen. Ik verneuk het direct. What the fuck doe je? Ik wou hem zo mooi door... Nou, laat maar. Ik ga het ook niet eens uitleggen. Nee, ik mag het. Ik red op. Oh! Wow, wow, wow. Maar jammer dat het niet lukt. Movie recording automatically start. Is good? Ja. Hadden we toch volgende, voor de volgende pot even in de helft. Ja. Yeah. Ik weet niet. Ik denk aan je kaart. Ja, die kan maar 12 minuten opnemen vandaar. Ja, maar ook in de snelheid met je kaartje. Kijk, opname is ook 12 minuten. Achter, doeltrap. Is dat mijn keeper? Ja. Dat is jouw keeper. Jouw keeper, mijn keeper. Oh! Oh! Kijk hem nou even dolle daar zo, die Spanjaard. Oh! Oh! Nee, nee! Oh! Oh! Kut. God zeg, mijn keeper is nog altijd in vorm. Oh shit, nee. Ach ja, ik kan wel onwijs een leuke naamgrap. Heb jij hem nou net uitgelegd? Ja, je spaast erbij en ik loop hem weg uit. Je kan wel onwijs leuke grappen maken met de Nederlandse namen. Dat is ook zo lekker flauw. Je hebt ook één Braziliaan, die heet Hulk. Ja. Echt waar? Ja, ik denk, gooi het er maar even in. Ik zag je ook... Oh, ik wou even met je praten over bepaalde dingen in de maatschappij. Ja, nee, ja, flink. Oké, daar gaan we. Yeah! 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 Ja, ja, ja! Ah, ah, wat een doelpunt! Wat een doelpunt! Wat een tactiek! Poet! Ik ga volgende keer op start drukken, hoor. Ja, dat was wel een hele mooie. Sorry. Oh, mijn god. Wat doet die... Oh, ik moet er klikken op start. Wat doet die gast met de camera in zijn hand? Ja, foto's maken. Fucking grote lens. Wat? En als je fucking... Nee, voor mij is rij richt... Wat is dat nou? Patat op je hoofd? Een patat als dus. Oh, dit is zo racistisch. Maar dit zijn dus mensen bij de FIFA die denken bij Nederland aan patathoofden. Ja. Gewoon zo... What the fuck? Gewoon standaard zo van... Oh ja, hoe ziet de Nederlandse sport eruit? Patat op zijn hoofd. Patat op zijn hoofd. Waarom ook niet, toch? Xavi. Oh. Oh jee. No way. Ook direct na mijn doelpunt. Wojo. Nice. Ja, het wordt dus geen 4-2. Nee, dat is heel duidelijk. Het wordt denk ik 5-3. Oh, wow, dit wordt echt een kutwedstrijd. Jezus, wat een doelpunten. Holy shit. Sorry voor de mensen. We zijn allebei niet super goed, maar het is wel leuk. We matchen elkaar wel, denk ik. Het blijft steeds gelijk. We hebben nog 15 minuten. Nee, we hebben nog 35 minuten zelfs. Ojo. Jezus Christus zeg. Nederland-Spanje is wel heel erg gelijk. Oh, wat is dit nou voor stom iets? Dankjewel. Ja, het was echt een hele domme paas. Maar niet uit, ben niet boos. Dat ken je wel, als je het knopje indrukt word je al boos op jezelf gewoon. Dat je denkt, oh, had ik dat niet. Wat? Ik weet niet wat ik doe, maar het is wat chill. Ik weet niet wat ik doe, maar het is wat chill. Oh, klinkt een beetje als mijn YouTube-carrière. Het is wat chill, ik weet niet wat ik doe. Best wel sad eigenlijk. Oh, kut bij het spel. Nee, twee keer in al. Oeh! Oh, laat de bitch! Sucker! Weet je wat het is? Dit doelpunt is hetzelfde als het WK-doelpunt. Weet je van de WK-finale hoe we toen verloren? Zo verlies ik nu. Misschien. Ook van Iniesta. Ja. Maar goed, dat is gewoon het hele spel is fucking awkward. Zij is thuis zo stil met de bal en dan probeer jij hem te slijden en dan heb je gast nog de bal. Zijn dat nou bruine mensen met oranje... Wat? Het waren bruine mensen met oranje facepaint. Bruine mensen met oranje... Ja, zeg maar bruine mensen, Nederlandse supporters, maar dan weer met facepaint. Ik weet niet, het zag er heel apart uit. Met oranje verfbuggers. Ja, facepaint. Gezichtsverf, weet ik veel. Wauw. Oh, wow! Doei. Nee. Oh, kut. Ik weet niet hoe het kan dat jij in één keer hier zo goed in bent geworden. Nee, ik probeer gewoon minder knopjes in te drukken en gewoon te lopen. Gewoon de helft van de tijd, dan pak ik de bal nog van je af. Xabi Alonso. Oké. Ik profiteer gewoon van jouw fouten. De Jong. Oh, jij hebt wel meer... Oh nee, ik heb meer bal zit. Ik weet ook echt niet hoe ik moet verdedigen. En hier gaan we. Ja. Nee. Ik dacht even dat we balden. Ja. Toch vond mijn doelpunt het mooiste hoor. Welke? Afleiden, scoren. Welke van de drie?
Oh ja, ik heb er 3 gemaakt. Ik dacht, oh, wat een lolbroek. Maar hier, deze vind ik het allermooiste. Dit doelpunt. Kut, het is niet een doelpunt. Fuck doelpunt. Kom op, Nederland. De laatste 10 minuten voor mij zijn aangekomen om te gaan scoren. Xavi Alonso. Kijk eens hoe ze op elkaar ingespeeld zijn. Oh, later. Oh, Chalas Matisse. Oh, shit. Holy doe die bal daarvoor! Ja. Oh, van Persie, van Persie, van Persie. Ga je slijden, hoor. Ga je slijden, hè. Let toch niet. Ja! Nice. 4-4. Dat was een mooi doelpunt. Dit was eindelijk een goeie. Ja, dit dat was een mooi strak erin. Dankjewel voor Persie. Heb ik erin. Strak erin. Godverdomme, strak erin. Yes. Louis van Gaal. Ja, ik zag jou ook in de controle al zo houden. Zo van, je gaat dat goal zo maken. Oh, jij wist dat ik die goal ging maken? Ja. Hij voelt dat gewoon, die jullie. Nee, maar voor mij als je zo schiet, dan maakt het fucking mooi. Ja. Please. Ja! Oh, nee. Ja! En we staan nog steeds gelijk. Nee! Ja! Nederland! 5-4! Veile homo. Arjen Robben doet het hem. Even één keer die... Oh! Maar ik ga je nu afmaken, jongen. Nog 4 minuten. Ik ga je afmaken. Oh, Yuri. Ben ik klaar voor? Ik ga je afmaken. Ik ga je afmaken, jongen. Even serieus. Deze was al super mooi. Ga door. Ik ga afmaken. Yuri afmaken. Jongen, ik ga je fucking afmaken. Kom hier, bitch. Kom hier. Pak deze bal. Hoppakee. Kom hier, bitch. Kom hier. Get on with it. Ja, en nu? Nee, bitch! No! No! Nee! Wat? Fuck! Ik ging direct bijna fout! Ja, het gaat sowieso fout, jongen. Kom op, Nederland, zou vol. Wat fucking doe man in? Kom op! Ja! Shit! Nog eentje. Kan iemand deze wedstrijd afsluiten? Zet die druk erop. Sluit deze wedstrijd af! Dit wil niemand meer. Ja, nee, dat niet helemaal. Nee, fuck, het is 90 minuten. Oh, kut, hij gaat afluiten. Ik voel het. Ik voel het aan mijn water. Ja! Nee. Kom op, die doelman eruit. Kom op. Nee. Bardo, flikker op. Huppakee. Nederland is de winnaar. Dank u vriendelijk. Oh, man. Wat? Je maakt steeds dezelfde play. Dan loop je erop af, zorg dat je niet wel heen en dan staat er een keeper aan de kant. Hetzelfde idee de hele tijd, maar ja. Je moet het ergens van hebben, hè. GG. Hey man, we spelen. Doei. Het is nog 90 minuten. Wat is dat? Ja, we zijn nu bij het beëindigen. Nou, was dat nog niet de wedstrijd? Damn. Misschien laat ik nog een beetje eerpunten. Ik dacht misschien dat ik nog een eerpuntje of zo erbij kan pakken, maar nee. Nee hoor, jammer. God.